Op zoek naar champagne en bloemen reisde het Deventer voetbalteam af naar de uiterste grens van de gemeente Deventer om in Lettelen een eventuele promotie vast te leggen. Vorig seizoen was het al feest met de promotie naar de vijfde klasse en middels winst van de tweede periode kan zomaar de gang naar de vierde klasse worden ingezet voor Lettelen. Daarvoor moet het eerst met Wilp worden afgerekend. Nummer 11 van de vierde klasse, veroordeeld tot deze promotiedegradatieduels, leeft al in rouw door het verlies van Christian Zuidema. De 29-jarige selectiespeler kwam eind april om bij een auto-ongeluk even buiten Deventer. Uitgangspunt, na vorige week tenminste, is een 0-1 voorsprong voor Lettelen. Open duel werd Jan-Willem Brouwer de matchwinnaar. Een geweldige uitgangspositie voor de thuisclub. Die 1-0 voorsprong. Wilp moet dus minimaal 2 keer scoren om zich op zijn minst te kunnen consolideren voor die vierde klasse. Aanvang van de return dan de thuisclub Lettelen in het wit-blauw. Gasten uit Wilp in het zwart. Eerste minuten waren voor Lettelen. Ingeschoven. De Brouwer. En direct Teunissen, de doelman van Wilp onder vuur. Aan de andere kant, free kick van Bosgoed. Hard. Oh, dan moet Oosterwijk dan wel zijn best doen. Lekkere pegel daar, hoor. Opnieuw spelervatting. Guus Kroes. En weer Bosgoed met een mogelijkheid. Triest. Gaat daar goed door. Ruimte daar bij Voltust. Nauwkeurig op de lat. Oh, daar komt Lettelen goed weg. Wilp dicht bij de 0-1 voorsprong. Lettelen weer achteruit. Doetjes Almelo terugkoppen. Bosgoed dan. Geblokt, Wolters niet. En Lettelen weer met de schrik vrij. Publiek beseft dat hun ploeg steun nodig heeft. Wordt hier gespeeld, Lettelen. Zet druk. En komt met combinatie goed, voetbal goed op de linkerflank. Duurt even tot de voorzet komt. En die voorzet... Ja, die is dan eigenlijk kansloos. Nervositeit bij het team van Peter Godkomelink. Corner tot bij Huismans. Ah, Teunissen staat weer goed. Als het voetballend dan niet lukt, misschien dan een spelervatting. Was Huismans. Met een prachtige redding van de Wilpse sluitpoort. Stijlvol à la Barthes. Diepe bal dan. Zoek naar die lange Oosterwijk. Huismans, geen controle. Wel een schot. En 1-0. Bas Huismans breekt de ban voor Lettelen. Voor de 1-0. Dan hebben we een opluchting daar. Hier die diepe bal daar op die lange Oosterwijk. De 17-jarige sluit goed aan. Controle is lastig. Maar het idee is goed. Uiterste hoek. En letterlijk op Rozen. Wilp moet nu 3 keer scoren. Meijering met de bal op 17 meter. Schot is hard. Maar Wilco Teunissen staat goed. Lettelen kreeg vleugels na die openingstreffer. En Wilp, ja, dat prutste. Spits, Brian, Oosterwijk. Geduldig meegeven op Meuren. De diepte in. Teunissen houdt stand. Herkansing Meuren. Oh, daar heeft hij geen antwoord op. Ja, Jeffrey Meuren. De wedstrijd op slot met deze 2-0. De opluchting is enorm. En de champagne kan uit de koeler worden gehaald. Meuren, die daar die bal krijgt, lijkt wel of hij het liever moeilijk doet. Eerst is zijn spits degene die hem wegstuurt. In de 38e minuut is de sneller als het laatste blok van Wilp. Stuit dan nog op de doelman. 2 verdedigers en de doelman en een moeilijke hoek. Maar toch de 2-0. En zo prikt hij eigenlijk de promotie binnen. Weet ook hij met vlag. Wilp komt en Lettelen krijgt ruimte. Nu met een ruime overtalsituatie. De Brouwer op Huismans. Links voor de goalgoot Koerkamp in zijn afscheidsduel. Maar geen treffer. Björn mist daar een ultieme kans vlak voor rust. Wilp. Eens is gehaast. Lettelen kan dan gebruik maken van de ruimte. Diepe bal. Bos mist. Begonjen grijpt eigenlijk niet in. De Brouwer. Hij weigert het af te straffen. Tweede instantie dan. Maar niet voorbij die dappere sluitpost van Wilp.
Met die 2-0 gaan we de rust in. Eigenlijk een 3-0 voorsprong over twee wedstrijden voor de Lettelen. Wilp moet dus 4 keer scoren. Willen ze in de vierde klasse blijven. Kroes met de voorzet. Wolters met de aansluiting. Oosterwijk. Oh, die pakt daar het speeltuig. Oosterwijk met pet. Belangrijke save daar. En Wilp verzuimt weer op belangrijke momenten te scoren. Lettelen wacht dan eigenlijk af wat Wilp doet. En dan komt in ieder geval dit rolletje. Beetje ruksigloos dan, die bal naar voren. Dat is wat het team van Tony Hildebrand nog in petto heeft. Lange slagen. Tot in de hoek. Drukje daar ten opzichte van Van Triest. Was Huismans. Overzicht in de diepte. Gooi je in het centrum onderuit. Nou, vrije doorgang voor Meuren. Weer niet. Natuurlijk in tweede instantie wel. Ja, en hoe. Ja hoor. Hij maakt ze liever moeilijk vandaag. Jeffrey Meuren voor zijn tweede. En eigenlijk het nekschot voor Wilp. Huismans staan met de dieptepas. Zomaar vrijbaan voor Meuren. En dan weten we het eigenlijk al. Dit is te makkelijk. Hij doet het liever moeilijk. En briljant hoor. Prachtige treffer. En op de grasmat ligt keeper Teunissen. Aangeslagen. Maar hij kon verder. Hinken pinken, dat wel. Tja, wat moet je dan? 3 tegen 0. Eigenlijk 4 tegen 0. Het heenduel meegerekend. Nog 40 minuten spelen. En Wilp, ja, laat het eigenlijk lopen. Laat Lettelen dan maar vrij baan gaan. Alleen Teunissen heeft daar geen zin aan. Die heeft geen zin om zich als schietschijf te laten gebruiken. Hij weet van geen wijk. Mooi daar, Van Triest. Krijgt hem ook mee. Nu, wacht op aansluiting. Achterlijn dan maar zoeken. Half blok Meijerink en helemaal voor Oosterwijk. De doelman van Lettelen. Dan heeft hij tenminste ook nog wat te doen. Tweetal wissels bij Willem. Uit het veld, nummer 6. Edwin de Jong. Huismans. 17 jaar nog maar hoor. Ruimte is er op rechts. En nummer 14, Aaron Vlok. Dokter moet daar dan in de achtervolging. Uitzoeken dan maar. Ja, de Brouwer voor de 4 tegen 0. Een pijnlijke afstraffing daar voor de vierde klasser Wilp. Wedstrijd lang gespeeld natuurlijk, maar mooie aanval. Als kers op de taart, zullen we maar zeggen. Afgerond door Jan-Willem de Brouwer. Maakte in Wilp de enige treffer. En zorgt ervoor dat de champagne ontkeurd kan worden. Want die staat al klaar hoor, daar aan de rand. En de bloemen ook. 2 keer promotie achter elkaar voor het jonge Lettelen. Mooie prestatie. Half uur nog verplichte publiek vermaken. Publiek wat overigens ruimschoots was afgekomen op deze finale. Ziet een hoogstandje van Mark Bosgoed. Richting Van Triest. Tweede lijn, schot. Illustratief voor Wilp vandaag. Schot ruimschoots naast. Wordt het dan erger voor Wilp? Lettelen krijgt in ieder geval de tijd. En ruimte. Maar het schot gaat eigenlijk recht op de doelman af. Onnauwkeurig goede prooi voor de trekkerbenen. En dan zie je dat, de sluitpost van Wilp. Al op links op Daggevoorde. Hier op zoek naar het rechterbeen. Krijg alle tijd om uit te zoeken. Vindt Oosterwijk. Oh, die krijgt hem niet goed op zijn pet. Toch Wilp dan nog even. Ruim achterstand. Komt de bal in het centrum. Aardig verdedigd. Bij Mark Wolters, goed schot. Nee, hij glijdt net weg. En dan ja, zit dat ook niet mee. Goed weggedraaid daar. Cameraman ook verrast. De buitenkant daar. Ruimte voor de vijfde. En dat is de vijfde. Slotakkoord is voor Jan-Willem de Brouwer. Enorme uitslag op het bord. 5 tegen 0. Wat een klassenverschil tussen de vijfde en vierde klasse vandaag. Maar dan wel net andersom als verwacht. De Brouwer wordt geveteerd. En we zien hier nogmaals de krullenbol schuift in op de rand 16. Kan uitzoeken, naar huis bellen en schuift hem dan achter de dappere doelman van Wilp. Na zijn stuiptrekking van Wilp als vierde klasse. Eretreffer zou leuk zijn hoor. Van Triest zet nog eens aan. Voorzet, Bonhoff dan. Oh, goede redding daar van Thijs Oosterwijk. Dit hier in het begin van het duel ook goed. En nu op het einde ook.
en deelt dan als sluitpost ook mee, ja, in het dorpsfeest. Tratief dan, paas die mislukt, Wilp snakt naar het einde. Fluitje van de scheids, die klinkt dan ook, maar dat is niet voor het einde van de wedstrijd, maar het einde voor Björn Groot-Koerkamp van zijn actieve voetbalcarrière dan. 27 jaar oud, een echte dorpsheld. Hij stopt met het voetballen in het eerste, op schouders gedragen nu. Maakt de degradatie mee, maar ook twee promoties. En dan sluit dan af op zijn hoogtepunt, gaat lager voetballen en krijgt een terechte publieksfeest. Bettele wil toch graag een keertje. En dat ontsnapt dan gewoon nog een keertje. Maarten achtereekte. En ja, dan kom je niet zomaar voorbij aan Teunissen. Dat weten ze vandaag wel, ondanks die 5-0 op het bord. Maar het is afgelopen. Slotsom is dat Lettelen eenvoudig de playoff finale wint. En voor de tweede achtereenvolgende keer promoveert onder leiding van Peter Groot-Kormelink. Uitgelaten jeugd op het veld. En Rudy Brouwer sprak onder meer met de gelukkige Lettelse oefenmeester Groot-Kormelink. Peter Groot-Kormelink, trainer van Lettelen, gefeliciteerd met de promotie. Ja, dankjewel. Ja, super natuurlijk. Hè? Al die blije mensen hier, blije trainen. Dus, Na de 1-0 in Wilp afgelopen zondag was het nog spannend voor vandaag, of niet? Ja, zeker. We hadden vorige week hadden we de kaart moeten... volgend jaar 3, hè? Ja, we doen ons best. Ja, beloof je? We doen ons best. Oké. Nee, we hadden vorige week hadden we het eigenlijk af moeten maken. Hadden we heel veel kansen, penalty gemist. En dan ben je toch iets rustiger. Nu vandaag het eerste helft. In het begin kregen ze toch een bal op de lat. En ja, als het 1-0 wordt dan voor hun, dan wordt het toch misschien alweer heel lastig. En nou ja, goed, de gegeven moment valt 1-0, de 2-0 en is het eigenlijk wel gebeurd. En toen na rust kregen zij nog één bal die de keeper heel goed redt. Nou ja, toen werd het 3-0, 4-0, 5-0. Nou ja, kun je eigenlijk misschien wel 8-0 winnen. Dus, Hoe voelt dit deze wedstrijd, de promotie? Ja, geweldig, maar voor mijzelf een beetje kloot omdat ik geblesseerd was. Kon ik niet meedoen, maar ja... Nee, zo'n 10 minuten ging het daarna eigenlijk gewoon van leien dakje, 5-0. Dat is echt denk ik genoeg. In het begin was het inderdaad even spannend. Ondanks dat je vandaag niet kon spelen, heb je toch een flink aandeel in dit succes gehad, toch, dit jaar? Ja, precies. Ik heb een paar zware knieblessures gehad, maar dit seizoen eigenlijk tot driekwart gevoetbald van het hele seizoen. En ja, dat voelde ook wel echt als mijn promotie dit ook wel. Dus, 2 jaar trainer nu bij Lettelen en 2 keer promoveren. Dat is niet onaardig. Nee, dat is super natuurlijk. En vooraf het begin van het seizoen dachten we ook van ja, er zijn wat verhoogde promotiekansen. Dus we kunnen er wel voor gaan. Ik vond ook dat we zeker ervoor moesten gaan. Nou, en we hebben dit seizoen ja, toch wel redelijk gedaan. Af en toe, ik denk dat we nog wel beter kunnen. En zeker volgend jaar, we krijgen wel 10-11 spelers erbij. Vooral vanuit de jeugd, maar er zitten gewoon talenten bij. Dat zag je nu ook wel, nummer 10 Bas, die maakt de eerste goal. En er zitten nog meer talenten aan te komen. Dus we hebben wel een team waar we door kunnen bouwen. En ik verwacht toch volgend jaar ook wel weer in ieder geval lekker mee te kunnen doen. Leo Oosterwijk, je staat helemaal achter in de rij. Hoe komt dat? Ja, dat maakt niet uit. Ik voel me happy hier nu. Hier heb ik het hele seizoen voor gedaan. Dat vind ik hartstikke leuk. Jongens, dit heb ik gepresteerd. Ik heb er alles aan gedaan en hun hebben de rest afgemaakt. Ik zag voor de wedstrijd dat je mandarijntjes klaarlegt voor de jongens. Ja, vitamintjes zijn de jongens nodig, hè? Maken ze doelpunten. Je gaat ermee stoppen of niet? Ja, ik stop ermee. Na een aantal jaartjes dan... Dankjewel, Ineke. Dan is het mooi geweest. Dus, de jeugd staat klaar, dus... Dankjewel, Jeroen. Dankjewel. Hoe heb je deze laatste wedstrijd dan in het eerste van Lettelen beleefd? Dat is een geweldig afscheid natuurlijk. Ja, het is sensationeel, hè. Dus hartstikke leuk en mooi afscheid zo. Dus dankjewel, buurvrouw. Dankjewel. Zijn jongens zoals jij, die wat meer ervaring hebben, niet juist nodig volgend jaar in de 4e klasse? Nou, er blijven nog wel een aantal over. Dus dankjewel, Gemma. Dus wat dat betreft, Willy, dankjewel. Het wordt een mooi afscheidsfeestje voor jou zo op deze manier, of niet? Het was zeker een mooi afscheidsfeestje. Dus, ja, hartstikke leuk dat je op zo'n manier kunt stoppen. Dus.